luisteraar, lieve taboedoorbreker, welkom bij een nieuwe taboekast. Yay, in de maand Jij Spoort Niet, met natuurlijk een knipoog. En ik ga even beginnen. We nemen deze podcast op zo midden februari. Nou, het is er nog niet eens. En vorig jaar in december hebben we natuurlijk een Spotify-overzicht gekregen. En ik wil jullie toch wel echt bedanken, want we zijn gewoon keer twee gegaan in anderhalve maand. Dus thank you, thank you, thank you. Ook als je deze als luistert en doorstuurt, weet je, we doen dit ook een soort van samen. Alleen zou ik dit nooit dit bereik kunnen krijgen. Maar we hebben natuurlijk het bereik gewoon nog veel meer nodig om dit een beetje nationaal te gaan krijgen. Dus als je nog niet iets hebt laten weten in Spotify, dan heb ik het even over de 5 sterren. Kun je dat dan alsjeblieft even doen als je er toch al in zit? Namelijk naar boven gaan en in je Spotify zie je dan 5 sterren staan en dat gewoon even aanklikken. En dan zal je ons zo mee helpen, omdat we dan gewoon in de lijsten helemaal sky high gaan. En dat is uiteindelijk wat we willen, dat heel Nederland dit gaat horen. Nou, dat was mijn intro. Dan ga ik naar de gast van vandaag. Welkom, lieve Marlijn. Hi. Super blij dat je er bent. Vind ik ook leuk. Ja, we gaan het vandaag hebben, zoals jullie al in de titel zien, over van alles en nog wat. Gaat allemaal komen. Maar Marlijn, wil je eerst even voorstellen? Ja, ik ben Marlijn, 43, kom uit Amsterdam. En ik ben herstellend verslaafde. Inmiddels bijna 3, als het uit wordt gezonden, inderdaad bijna 3 jaar in herstel. En veel meegemaakt in de tijd dat ik verslaafd was, want ik ben verslaafd geweest. Ja, hoe zeg je dat? Ik ben nog steeds verslaafd, maar ik was in gebruik van alcohol, cocaïne, nicotine, tabak noemen ze het ook wel. En ook liefdesverslaving. Dus en dat is een niet al te veel gehoord verhaal. Ja, dus daar gaan wij natuurlijk vandaag ook, we gaan heel je verhaal waarschijnlijk horen. Maar natuurlijk is het ook dat ik jou heb uitgenodigd om dat stuk. Omdat ik denk dat heel veel, ik zelf ook. Ik heb het ook gemerkt van, ik heb ook heel erg die liefdesverslaving gehad in de zin van de bevestiging en erkenning. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, maar soms misschien niet weten. Dus daarom dat dit zo'n mooie podcast is om, jouw verhaal dus, om daar eens over te hebben. Ja, een beetje meer awareness dat verslaving niet alleen middelenverslaving ook hoeft te zijn. En waar dat toe kan leiden. Ja. Ja. En believe me, dat is niet altijd veel goeds. Nee, precies. Nou, daar gaan we het ook over hebben. Dus er komt een hele juicy aflevering aan. Blijf kijken, luisteren. Nee, flauw. Hey Marlijn, kun je ons eens meenemen naar, ik zeg altijd van waar is dit dan allemaal gestart? Of hoe was het, hoe was jij ooit als, mens dan? Weet als je? Mens. Want we hebben het heel vaker gehad in de podcast dat er iemand tegenover me zit en denk ik, niet echt de typische verslaafde. Nee. Met een hoogopgeleide vrouw. Nee. Hè? Hoe kan dit dan? Ja, nee, en dat is wel mooi, want heel veel mensen zeggen nog steeds ook, ik ontmoet steeds meer herstellende verslaafden en ook mannen en vrouwen, van alles door elkaar. En dan zeggen ze, jij? Nee, echt niet. Ik zie het niet voor me met zo'n lijn voor je neus en dan snuiven. Ja. Ik zeg, dat heb ik veel gedaan. Nou ja, ik doe alsof ik er trots op ben, maar ik was altijd gewoon Marlijn. Heel veel mensen, en ik denk, de meeste mensen in mijn omgeving wisten niet hoe erg het met mij was toen ik aan de bodem zat. Mm-hmm. En dat maakte ook het hulpvragen heel moeilijk. Maar de persoon, dat is mijn moeder, die het beste mij kent, die kan zeggen, dit begon al heel jong. Heel jong als klein meisje. Zelf doen, niet knuffelen, niet te dichtbij komen, mij niet vertellen hoe iets werkt. En als ik het dan uit wilde leggen en mijn moeder begreep het niet, dat ik zei, je begrijpt mij niet. En dan zei ik altijd, jij bent een moeder met geen smaak. Mijn moeder vindt het nog steeds een mooie uitspraak. Ik had een moeder met geen smaak. En als klein kind was ik gewoon al heel anders. En dat heb ik heel snel gevoeld. Ik voelde me altijd te veel. En niet begrepen. En dus ging ik op zoek in de rest van de wereld. Omdat ik het eigenlijk bij mijn ouders niet kon vinden. En dan echt nog meteen gezegd hebben, niets ten nadele van mijn ouders. Ze zijn super lief. Mijn vader is inmiddels niet meer. Ik heb heel veel liefde ontvangen zoals zij dat konden geven. Ik kom niet uit een destructief gezin. Ik heb alleen net niet die vorm van liefde en aandacht gekregen die ik kennelijk nodig had als meisje. Ja. Ja, en toen ben ik het bij alle andere mannen in de wereld gaan zoeken.
Want ik kreeg het niet bij mijn papa. Hè? Ik ben zo'n vrouw met daddy issues, zeg maar. Hoi. Die ik inmiddels heb opgelost. Ja. Hoi. Meteen als mensen jou opzoeken. Oké, eentje met daddy issues. Ja. Skip. Nee, flauw. Dat zei je al natuurlijk in ons gesprek. Van, oh ja. Dat is nog een beetje jouw eigen taboe. Dus ik vind het leuk dat je meteen op tafel legt. Ja. Van, hey, hier kom ik vandaan. Hey, maar hallo, welke vrouw niet? Ja, daarom denk ik het. Een succes, man, om er een te zoeken die het niet heeft. Nee, maar ik dat was iemand te hebben die lekker vooruitkomt en gewoon, die helemaal oont. Ja, nee. En, maar ook, ik weet ook waar het zit. En ik snap ook nu wat het aan mij. Het is nu aan mij, weet je. Die verslaving, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn herstel wel. Mm. En daar kan ik, die own ik inderdaad. En hard voor gewerkt om daar te komen waar ik nu ben. Dus, ja, vind ik een mooie uitspraak. Zo heb ik hem nog nooit iemand horen zeggen. Ik weet niet. En welke bedoel je? We zijn niet verantwoordelijk voor een verslaving, wel voor ons herstel. Ja, dat komt uit de anonieme zelfhulpgroepen. Je hebt om het in een rijtje te noemen, de AA, hè, de Alcohol Anonymous, de Narcotics Anonymous. Maar zeker in de verslavingszorg hoor je, het is niet onze schuld dat we verslaafd raken. Niemand heeft als kind bedacht, goh, laat ik later lekker verslaafd worden. Nee, niemand. Dat hebben we niet om gevraagd. We hebben een stuk biologisch, een stuk psychisch en een stuk sociaal. Wat bij elkaar, ik had gewoon de jackpot. Ik was gewoon de lul. En dat heeft zich geuit in alle verslavingen die ik net opnoemde. Maar waar je wel verantwoordelijk voor bent, is je eigen gedrag. Wat ga je doen? Op het moment dat je beseft, ik ben verslaafd, wat ik dus op een dag besefte. Mm-hmm. Toen moest ik nog wel heel even door. En toen ik op de bodem zat, dacht ik, oké, en nu? En nu weet ik. Ze zeggen ook, recovery fucks up your using. Als je eenmaal weet wat herstel is en je gaat daarna terug in gebruik. Wat ik gelukkig nog niet kan vertellen hoe dat is. Of niet kan vertellen hoe dat is. Maar dat is nooit meer hetzelfde. Omdat ik weet nu hoe mooi het leven is in herstel. Why the fuck zou ik terug willen? Mm-hmm. Maar ja, het overkomt de beste. Het is natuurlijk de ziekte van terugval. Dus het is heel uitzonderlijk om clean te raken of in herstel te komen en daar niet een terugval in te hebben gehad. Dat, dus ik weet niet hoe het is om terug te vallen na een goede poging herstel. Dus, en dat hou ik ook graag zo. Maar het is een hele verantwoordelijkheid om dat ook zo te houden. Yeah. Ja. Dat zit wel best fast forward natuurlijk. Nou hè, ja. Maar ik wil even met het goede nieuws beginnen. Hè? Ja precies, dat kan ook een keer. Hè? Ja. Ja, nee, jij noemt al van, hè, best wel vroeg ben ik dat dan gaan zoeken buiten mezelf. Hoe zag dat er dan uit? Altijd buiten spelen, altijd weg van huis, altijd bij vriendinnetjes thuis. Want daar was het ongetwijfeld beter dan bij mij in mijn eigen omgeving. Tot de ergernis van vriendinnetjes toe die zeiden, ja, maar ik wil ook gewoon wel een keer mijn kamer opruimen. Of ik wil wel een keer een kamer opruimen, thuis blijven. Hoezo, weet je wel? Altijd de hort op. En hoe oud was je dan? Dan heb je het over de basisschool. Oh, okay. Ja, echt basisschool. Dan was het al klein, gewoon. Ja. Dat was echt altijd buiten en spelen. En mijn moeder zei ook altijd, ik kon niet goed alleen me vermaken. Dus ik had altijd iemand nodig die zei, wat doe je dat goed? Of wat heb je het naar je zin? Of wat leuk, zal ik je helpen? Kennelijk, hè? Ik weet in ieder geval, de onrust kan ik me heel goed herinneren als kleinkind. Nou, en dan kwam middelbare school en dan werd ik verliefd. En dan was het, eigenlijk op de basisschool al was ik verliefd op de populairste jongen van de klas. En ik moest hem hebben. En ik kreeg hem. Luusje, als je luistert. Oei. Ik heb het wel eens eerder over hem gehad. Maar ja. Nee, het is, ja, en dat was waar ik leerde. Daar zat voor mij de kick. Het iets willen, wat heel moeilijk te krijgen is. En als ik het dan kreeg, dan was het, ja, dan had ik gewonnen of zo. Maar dan was ook, zoals mijn vader altijd zei, het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Dan was het ook klaar. En dan moest ik weer door. Ja, dus dan had je ook die verkering dat je eigenlijk, ik heb het en ik ben weer weg of zo. Ja, en zeker op de basisschool dan. Hè. Wat doe je dan nog? We kusten nog niet eens. Maar het was wel langs zijn huis fietsen en kijken waar die was. En als hij daar en daar speelde of daar buiten was. En dan hadden we het wel over 12, 13 jaar, hè. 11, 12, 13, dus dan begin je al een soort van te denken dat je volwassen bent. Dat je het weer even al begrijpt. En, en dan eenmaal die verkering hebben. En dan weet ik nog heel goed, het is wel een mooi detail, had ik van die All-Star gimpen vroeger. Van die witte randjes onder je voeten. En dan, of onder de, op de zool. En dan stond dan XXX Lucien. Nou, ik heb het echt aan de hele wereld laten zien. Dat was mijn trofee, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik kan me niet herinneren dat we hand in hand liepen. Dat we leuke tijden hebben gehad. Nee. Dus het ging echt om de verovering.
Ja. En dat is liefdesverslaving. Dat is echt het hebben van, ja, alles eraan doen om het te krijgen. Omdat ik dan dacht, ja, dan ben ik iets waard. Want ik heb de leukste jongen van de school of van de klas, ik weet het niet meer precies. Maar ja, dus daar begon het. En dan was het de middelbare school, kreeg ik ook een vriendje. En waar liefdesverslaving uiteindelijk ook zich in gaat uiten, is in de verkering, zoals het toen dan heette, weten dit klopt eigenlijk niet. Het is niet oké. Okay. Wij waren echt, ja, zoals ze dat noemen, traumabonding, allebei een beetje in de war. Hij had mama issues, ik had daddy issues, zeg maar. En dat dan samen in een verkering, nou, dat ging alle kanten op. En dan daar niet uit willen. Omdat ik dacht, als ik alleen ben, dan houdt het helemaal op het leven. Je hebt als puber dan, en je zegt van, oh, het ging alle kanten op. Wat bedoel je dan? Ja, nou, op seksueel vlak alles uitproberen samen. Maar dan ook op een gegeven moment ruzie krijgen om, ja, maar nu ben ik aan de beurt, want nu wil ik iets ervaren. En het was heel erg experimenteren met elkaar. Maar ook alle kanten op dat als hij met een ander meisje was, dat ik dan helemaal gek werd. Of met iemand een vriendschap had en dat ik dacht, nou, dat klopt niet. Ook altijd bij hem willen zijn. Als hij afbelde van ik moet iets anders doen, dat ik dan dacht, ja, zie je, je wil me niet. Nou ja, de extreme vormen van bevestiging zoeken. En als ik het niet kreeg, meteen het doemdenken. Zie je wel, je houdt niet van me of je wil me niet. Mm-hmm. Ja, en dat had hij ook af en toe. Dus dat ging dan echt van, ja, of we zaten samen helemaal in elkaar verstrengeld op de bank, of allebei in een hoek. Het is het een of het ander. Ja, precies. Ja. En je noemt een paar keer al dan natuurlijk die liefdesverslaving. Wat zou je dan zelf noemen wat dat dan precies is? Ja, liefdesverslaving is eigenlijk, ik probeer het nog korter dan, dan dat ik, nou ja, het is moeilijk om uit te leggen, want echt een definitie, er zijn heel veel betekenissen van. Ja, maar die ik eraan geef is, voor mij is liefdesverslaving er ten koste van jezelf, en in dit geval is het voor mij een man, maar ten koste van mezelf alles vragen, alles doen voor die man om zijn liefde en bevestiging te krijgen. Dat is mijn ervaring in liefdesverslaving. En je kunt hem ook nog, relatieverslaving is ligt daar heel dicht tegenaan. Want liefdesverslaving is heel erg op het fantaseren en er alles voor over hebben en het willen hebben en het dan krijgen. Een relatieverslaving zou het bijvoorbeeld over kunnen nemen op het moment dat je in de relatie zit en je wil er maar niet uit, ook al is hij heel slecht. Omdat je bang bent om alleen te zijn. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus waar de definities keren zich ook nog wel eens om. Dus liefdes/relatieverslaving. En eigenlijk kun je dan zeggen interpersoonlijke verslaving. Prachtig, hè? Zo, mooi. Ja, maar ik vind dat een beetje een onpersoonlijk woord. Terwijl er staat interpersoonlijk. Maar ja, liefdesverslaving voelt voor mij echt alles ervoor over hebben om de liefde van een ander te kunnen krijgen. Whatever that may be. Mm-hmm. Want wist ik veel wat dat was vroeger. Ja, ik herken wat het wel heel erg. Tenminste, ik heb denk wat ik al zei van vroeger ook gehad. En ik denk dat heel veel, ik weet niet, vrouwen, mannen, het zal wel niet heel veel uitmaken, maar in dat je echt, wat je zegt, dat je in zo'n relatie zit die helemaal niet goed voor je is. Maar ja, ik herken de angst heel erg van, oh, wat als ik nou alleen zit en blijf. En als ik nu zo een beetje nadenk dat ik soms relaties zie, dat ik denk, ja, dan is dit een beetje aan de hand. Dat kan je volgens mij ook echt heel veel mensen plakken, maar... Ja, en dan kom je ook in dat gebied van hoeveel mensen zitten wel niet in een relatie. Ja. Waarvan ze eigenlijk zeggen, ik ben niet gelukkig. Maar ja, alleen, ja, weet je, het is beter dit samen dan alleen. Nou, echt, fuck that. Daar ben ik echt, sorry voor de taal. Ja. Oh, dat kan hier, hè? Ja, fuck that. Ja. Nee, maar dat echt nooit meer. Want ja, dat heeft mij in de diepste krochten van mijn ongelukkige bestaan gebracht. Ja. Dat ik gewoon zo ver ging dat ik niet meer bestond. Dat alles draaide om de ander en niet meer om mij. Ja, plus dat ik denk ook van, ja, natuurlijk, als je met iemand wil blijven zijn, dat het dan makkelijker is dat je ongelukkig dan blijft en naar de buitenwereld een soort van gelukkig bent. Maar je houdt jezelf toch voor de gek als je zo... Ja, je doet jezelf tekort. Maar het feit is, ik had geen alternatief. Ik zag niet wat dan. En dat was ook in mijn behandeling, zei ik ook vaak tegen mijn behandelaar, van ja, ik snap dat ik niet meer kan gebruiken. En ik snap ook dat ik van mijn ex af ben nu en dat ik dat zo moet houden. Maar wat nu dan? En dat was het soort leegte van, oké, dus nu heb ik, zeg maar, ik had letterlijk een clean slate.
Mm-hmm. En ik mocht hem zelf gaan invullen, maar ik wist niet welke kleuren en welke pennen en moest het verf of kleurpotlood of krijtjes zijn. Ik wist niet hoe dan. Ja, maar ik snap het ook wel als je altijd dus bezig bent geweest om die anderen zo te pleasen en hey, zie mij. Ja. Want ja, wie is Marlijn dan ook in al die jaren? Ja. Ja. En dat kwam vrij snel wel weer terug hoor, want het is er namelijk al die tijd wel. Je verliest mm-hmm. jezelf niet, je bent er gewoon nog. Mm-hmm. En mijn normen en waarden ook, alleen ik wist alleen niet wat die waren. En ik moest er gewoon naar op zoek. Ja, en dan, ja, dan wordt het gewoon een flinke pittige reis, maar mm-hmm. it's worth it. ja, want, zoals je ziet, het ziet er fantastisch zo. Hier, self-empowered woman. Ja, ja. Zeker. Nee, ja. Zo voelt het ook, ja. Maar goed, ik moest van ver komen om daar dus naartoe te gaan. Ja. Kun je ons meenemen naar, want je hebt al een aantal relaties genoemd. Uiteindelijk is het natuurlijk bij één relatie dat je, waarvoor je hier zit, is het stukje loverboy. Ja. Kun je ons meenemen van, hoe is dat dan ontstaan? Ja, ik kwam uit een lange relatie, 9 jaar samenwonend, stabiel in de zin van geen echte middelenverslaving op dat moment. Maar ik zat natuurlijk uiteindelijk in een relatie die mij continu aan het bevestigen was. Dus dat was heel veilig en fijn. En hij is ook nog steeds een goede vriend van mij, eigenlijk mijn enige vriend zou ik zeggen. Ik heb vooral vriendinnen, maar hij is de mannelijke vriend in mijn leven. En dus dat moest, wij moesten uit elkaar, het werkte gewoon niet meer. Maar toch 9 jaar, tenminste dat lijkt me... Ja. Nou, dat het zo lang goed gegaan, terwijl jij noemt van ook best zo op zoek. Dat een beetje de dynamiek dan is misschien. Dat was de dynamiek, want hij is nog steeds 25 jaar ouder dan ik. Dus, over taboes gesproken, jongens. Over daddy issues gesproken. Ja. maar dat zei ik altijd, mijn vader zei altijd, je hebt toch al een vader? Dat zei ik, ja, maar het is ook niet mijn vader, het is niet mijn oom, het is niet mijn beste vriend. Maar het is van alles een klein beetje in alles wat ik zocht, in een partner zat in hem. Alleen wat ons uiteindelijk uit elkaar... bracht is het leeftijdsverschil en dat ik dacht en wat ik hoe dacht oud altijd was jij toen je hem ontmoette? 25 was hij 50. En hoe heb je elkaar dan ontmoet? Ja, online. Oh ja, online. Ja, online. Ja. Ik heb eigenlijk de relatie daarna ook online. Mijn achtergrond is ook dat ik heel erg op zoek was naar dominante mannen. Mm. En dat is een heel ander onderwerp denk ik. Kom nog een keer langs, lieverd. Maar goed, dan kom je een beetje op dat op het kinky, het gray verhaal. Maar daar zat toen mijn interesse in. Ik wil me gewoon overgeven. Ik wil niet meer nadenken. Ik weet het kennelijk allemaal niet hoe het werkt. Ik zoek gewoon een man in mijn leven die mij vertelt. Ik neem je wel mee. Aan de arm, aan de hand. En ik wilde dat meisje zijn. En hij mocht die grote, stoere, stevige man zijn die mij... over zijn schouder naar de grot bracht, zeg maar. Hè? Ik wilde gewoon zo'n alfa male. Mm-hmm. Uiteindelijk werd het een 25 jaar oudere man. Het was een man. En op zijn manier... Maar mijn moeder noemde hem de Marlijn Fluisteraar. Deze man, ik noem hem Theo nog steeds. Hij is gewoon mijn vriend. Theo, als je luistert. Dit is een man die mij wel een heel eind op weg heeft geholpen. Met hem ben ik volwassen geworden. Ik ontmoette hem op mijn 23ste, geloof ik. En dus heb met hem. Sorry, want ik ben meeluisterend. Heb je ooit veel reacties dan gehad van je ouders? Want ik kan me voorstellen dat mensen nu ook luisteren en denken: 25 jaar, jij spoort niet. Ja, en ook misschien dan, sorry Theo, van jou. Van oh, en dan zoveel jonger. Ja, nou dat zien we misschien wel vaker. Maar en jij dan, je spoort niet. Ik bedoel, iemand van 50 ziet er fysiek toch ook veel minder uit dan jij. Ja. Strakke 25 jaar. Ja. Ja, maar je ziet dus waar mijn verlangen lag. Ja. Mijn verlangen lag dus bij veiligheid, geborgenheid, bevestiging. Maar vooral veiligheid en geborgenheid. En niet dat ik dus heel onveilige jeugd heb gehad. In zoals mensen vaak denken. Maar het was voor mij onveilig omdat ik gewoon nooit mezelf dacht te kunnen zijn. Mm-hmm. Dacht te kunnen zijn, hè. Mm-hmm. Dus ik heb dat gewoon verborgen. En toen ontmoette ik Theo. Ja, en die stelde vragen. En die luisterde. Ik bedoel, het mooiste wat ik nog steeds wel vaak vertel aan mensen is... als je wil weten hoe... Wat was de dynamiek van onze relatie? Ik werkte, ik was consultant, dag en nacht werken. Hij had ook gewoon zijn baan. We hadden een prachtig huis vlakbij het Vondelpark in Amsterdam. We hadden kaart gewerkt ervoor. Allebei hup geld erin gestopt. Mm-hmm. En dit moest het worden. En dan kwamen we thuis. En dan zeiden we op zaterdag, we gaan even de praxis in. Dan moesten we iets doen aan het huis of zo. En dan gingen we een bakje koffie doen bij de praxis. Er zit vaak zo'n koffiecorner of met een broodje. En dan konden wij daar dus 2-3 uur zitten. En dan kon ik mijn hele week aan hem vertellen. En dan humde die gewoon. En dan stelde hij af en toe een vraag. Bij hem kon ik gewoon helemaal mezelf zijn. En hij vond het heerlijk. Hij kon daar af en toe een scherpe vraag stellen.
Hij coacht graag ook mensen. En op de een of andere manier heeft hij heel erg met vrouwen die dynamiek. En dat is heel grappig, want dat kan hij gewoon heel goed. Ja, hij liet mij zien dat ik gewoon oké was zoals ik was. En dat was onze dynamiek. Dus ik stel me elke keer nog weer voor die paar uur bij de praxis. Aan de koffie en een broodje. Ja. En dan konden wij gewoon onze zaterdag zo lekker keuvelend doorbrengen. Dat deed hij bij mij. Mijn vraag, de reacties? Want ik vind het ja, heel sorry, mooi, die hoor. Reacties. Ja. Ja, nee. En dan zeiden mensen, ja, hoe dan? Maar ook, wij kwamen op een gegeven moment tot de conclusie, we willen graag wel een polyamoreuze relatie. Dus ja. Hij ontmoette iemand. En weer een taboe, jongens. En weer een, kijk, ja, jongens, jij spoort niet, heb ik vaker gehoord. 3 uur lang zitten we hier straks, dus ben voorbereid. Ja. Nee, daarom, er is geen betere plek om dit te vertellen eigenlijk. Want het is inderdaad taboe, het leeftijdsverschil, maar ook dat mensen zeiden, hè, maar hoe kun je aan godsnaam jouw man, jouw vriend, jouw partner met een ander een weekend weg laten gaan? Ja. Ik zeg, nou ja, maar weet je wat leuk is? Ik kan het ook. Dus ik ontmoette ook iemand, ik was helemaal verliefd. En dan, ja, dat bracht ook het begin van het einde van onze relatie. Maar dat mensen dat niet begrepen. Ik weet nog heel goed dat ik met een etentje had met studenten. In de studentenvereniging was ik lid van. En dan hadden we zo'n zo'n verjaardag. En toen ging ik dat vertellen, eerlijk. Van jongens, het is niet alleen, hij is niet alleen 25 jaar ouder. Maar we hebben ook besloten inmiddels dat wij polyamoreus zijn. Ik blijk dat achteraf niet te zijn. Ik trek dat dus niet. In de praktijk werkt het voor mij alleen al niet. Maar ze keken me aan en ze zeiden van ja, dat doe je toch niet? Of nou, maar als je van iemand houdt, dan kun je dat toch niet? En er waren zoveel stempels op. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij het toetje al dacht, ik ga naar huis. Ik ben volgens mij die kroeg helemaal niet meer ingegaan. Ik was zo overrompeld. En nu we het erover hebben, denk ik, oh, ik voel die buikpijn weer. Van, hey, wees nieuwsgierig, prima. Maar dat doe je toch niet? Of dan spoor je toch niet? Ja, dat zijn uitspraken, echt mensen. Zeg het gewoon niet, wees nieuwsgierig. Maar ga er niet een oordeel op plakken. Dan zeg op zijn minst, ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat niet doen. Ja. Maar hoe jij dan wel? Nou, er werden geen vragen gesteld. En dat zijn bepaalde types waarvan ik weet, dat zijn ook niet de vragenstellers, maar de oordelers. Die heb ik ook niet meer in mijn leven op dit moment. Maar ja, ik moest wel door af en toe heet vuur, ja. Vragenvuur. Nou ja, ik denk dat inderdaad mensen wel oordelen hebben. En het juist wat jij zegt, van iedereen is altijd zo vanuit een eigen kader aan het spreken, dat vaak vragen, of helemaal over zo'n onderwerp, dat zegt veel meer over diegene. Of ja, in dit geval een oordeel, want er kwam niet eens vragen, maar dat je vaak ook, als je goed gaat luisteren, dat je zo goed hoort van, oh, hoe denk jij nou, of zoiets, weet nou, je wel. En dat snap ik nu. En met de achtergrond die ik heb, ik ben nu verslavingscounselor, dus ik stel nu meer vragen dan dat ik ooit reageer. Alleen toen, ik was toen inderdaad 3, 4, 25... Ja, ik was gewoon overrompeld. En wat ik had gedaan is, oké, hoezo weet jij dat zo goed? Nou, ik weet nog, ja, nu ik het zeg, ik vroeg wel, hoe weet jij dat jij dat niet kan? Dat weet ik nog, was een hele scherpe vraag. En toen was ze ook even stil van, ja, ik kan dat niet. Heb je het ooit geprobeerd dan? Ja. Ik dacht, ik ga het gewoon aan. Mijn vriend zegt, ja, ik kan van meerdere mensen tegelijk houden. Hij kwam ook uit een huwelijk waarin dat ook bleek. Dus ik wist het ook, hè, toen ik met hem begon. Maar toen zei ik wil eerst met jou een stabiele relatie opbouwen. En dan zien we wel. Maar ik ben het gewoon in ieder geval uit gaan proberen. Zoals heel veel dingen in het leven. Ja, luister verder. Nee, maar ik vind dat ook een mooie houding. En ik denk ook, als wij iets niet doen, dat dan niet meteen betekent dat voor een ander dus niet kan werken. En daar gaat natuurlijk heel die podcast hier over. Dus zeker. Ik ben blij dat je het even aanhaalt, alle twee. Want ja, ook dat leeftijdsverschil. Ja, volgens mij is dan tot en met 10, 12, dan is misschien de max. Maar 25, dat weet je wel. Ja, dat is wel een dingetje. Nee, tuurlijk. En mijn vader zei op een gegeven moment nog 8 maanden. Ik geef het 8 maanden. Het werd uiteindelijk 8 jaar. Maar ze zijn. Maar en achteraf dat je nu kijkt, ben je dan nog steeds blij met die relatie? Omdat het natuurlijk eigenlijk, wat jij zegt, van ik zoek heel de veiligheid en geborgenheid. En ja, jullie hebben heel veel liefde aan elkaar gegeven, anders ben je niet samen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen wat je zegt, omdat er dus andere motieven onder zaten. Dat je misschien wel denkt, ja. Nou, ik vind het wel bijzonder dat als ik inderdaad geweten had dat ik uiteindelijk nog wel een kinderwens had gehad, was het misschien daarin beter geweest dat ik deze relatie niet te lang had laten duren. Want die heb ik ervoor laten duren omdat ik dacht, ik wil geen kinderen. En hij wilde dat ook niet meer. Dus dat ding hoeven we niet mee te dealen. Maar op een gegeven moment werd ik dus 30 plus. En wat gebeurt er bij een vrouw? Letterlijk, ik werd op een dag wakker en die hele eierstokken, die dachten, nou, weten we het zeker. En toen begon bij mij de hele tornado van, wil ik dat misschien niet? En weet ik zeker dat ik dat niet wil? En uiteindelijk hebben we onder andere om die reden heb ik de relatie beëindigd. Maar nooit zal ik zeggen dat ik er spijt van heb.
Echt niet. Want deze man heeft echt zoveel betekend in mijn leven. En nog steeds is een vriend. Ja, ja, zeker. En bedoel, als ik hem midden in de nacht opbel, weet ik niet of hij opneemt. Maar als het zou zijn, dan zou hij er zijn. En hij is er op heel veel moeilijke momenten in mijn leven ook gewoon geweest. Dus nee, het is echt een tijd die ik niet zal vergeten. Want ik denk ook als ik die relatie niet had gehad, dat ik al veel eerder aan de grond had gezeten wat betreft middelenverslaving, vermoed ik. Dus dan was ik er misschien niet eens meer geweest. Maar dat is wel een heel extreme. Maar ja. Dat is toch hoe je het zo ervaart. Ja. Ja. Weet je, je kan het natuurlijk nooit weten. Maar je wil soms meenemen als die relatie dus uit is. En dan begint volgens mij een beetje het stuk waar het de dark side. De dark side. Gaat, ja, daar ben ik echt mezelf in verloren. Want ik beëindigde die relatie. Ik kwam uiteindelijk heel snel, want ik zat nog in die polyamoreuze relatie. Met iemand anders was ik aan het daten. Die heb ik er gewoon achteraan geplakt. We hebben anderhalf jaar samen gewoond. En uiteindelijk bleek dat ook niet te werken. Was ook weer, zou je kunnen zeggen, een onbeschikbare, emotioneel onbeschikbare man. Want ja, Theo met zijn leeftijdsverschil, ik wil geen kinderen meer. En een heel anders in het leven staan dan ik was ook zo'n man. Eigenlijk alle mannen die ik had gehad, waren er eigenlijk niet echt voor mij. Of konden er niet zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, en toen dacht ik, ik wil geen relatie meer. Ik wil gewoon alleen maar spanning en ik ga gewoon lekker een leuke toyboy, loverboy, werd het uiteindelijk. Maar heb je iets anders, jongens? Ik wilde gewoon lekker genieten van het contact met een man, low level en wel zien waar het schip strandt. Nou ja, in ieder geval liever niet dat het schip strandde, maar dat gebeurde uiteindelijk wel in mijn verhaal, in mijn geval. En was dat dan ook een actie om even iets meer je hart te beschermen? Dat je zoiets een beetje de, weet je wel, de liefde dacht van, nou ja, volgens mij gaat het niet werken. Dus dan doe ik maar een beetje low key, weet je wel? Ja, nee, het was echt, ik dacht, ik ging online weer op dezelfde soort thema website waarin ik dus gelijkgestemde kon vinden. Oftewel, ik was de volgzame vrouw en de dominante man. Mm. En ik dacht, weet je, laten we het gewoon lekker simpel houden, makkelijk. En geen liefdesrelatie aangaan die weer van alles van elkaar vraagt. En, en zo ontmoet ik Ron. En ik zei nog wel heel voorzichtig, Ron, zullen we dan ergens even een kopje thee doen of een kopje koffie, gaan we kennis maken. Maar meneer zei meteen al, en dat was de first red flag, ik bepaal hoe we elkaar ontmoeten. En dat is 1 bij jou thuis, 2 op de tijd die ik voorstel en 3 en je trekt aan wat ik wil dat je aantrekt of zo. Nou, ongeveer die. Mensen kunnen mijn hoofd denk ik niet zien als je luistert, maar ik zit er zo, weet je wel, met je ogen naar achter, dat je echt denkt, oké, ja, zo kun je ook binnenkomen. Ja, en ben je zeker van je zaak? Ja, en ik vond dat heel spannend. Ja, ja, ja. En ik weet nog toen ik opende, dat ik dacht, oh my god, het was een beer van een vent, hij was breed. Ik kan niet veel over hem vertellen, want ik wil ook zijn privacy bewaren. Zo discreet ben ik dan weer wel, maar voor de rest ga ik er geen geheim van maken. Maar deze man had mij al, he had me at hello, zeg maar. Dus, ja, of al bij de binnenkomst, ja, je hoeft het alleen maar te zien. Ja. Nou, ik denk dat wij elkaar een uur gezien hebben waarin hij amper een woord heeft gezegd. Dus het was een hele mysterieuze ontmoeting en ik viel gewoon in katzwijn voor die man. Laten we daar maar op houden. Maar jij was gewoon een uur aan het praten en hij zat daar gewoon. Nee hoor, er werd niet gepraat. Oké, ik snap het. Maar er werd ook niet iets anders gedaan, wat jij misschien denkt. Er was geen seks, maar er was continu het spel tussen, jij wil het wel hè, maar je krijgt het niet. Weet je? En dat is natuurlijk het hele kinky spelletje. En nou ja, mocht je mijn boek wat ik heb geschreven lezen, daar staat deze scène in beschreven. Want ik vind hem best wel, hij heeft iets. Hij heeft wel een rauw randje, maar waarin ik, daar zit mijn taboe misschien nog wel. Om die helemaal zo uit te gaan spellen. En vooral omdat ik denk, ja, voor mijn moeder. Ik denk, als je hem echt wil lezen, moet je het boek maar bestellen. Ja, komen we zo nog komen we straks op terug. Ja. Ja, maar het was in ieder geval de vraag die hij stelde aan het einde, voordat hij wegging. En ik zat op de grond, weet ik nog. En hij zei tegen mij, je hebt 10 minuten, blijf je zo zitten. En op het moment dat jij over 10 minuten gaat deze wekker af, dan sta je op en dan loop je naar je laptop en je stuurt mij een mail met 3 woorden. En dan gaan we er ook voor. En die 3 woorden is, ja, ik wil. Het eerste gesprek was dit? Ja, was onze eerste date. En ik dacht alleen maar, ja, ik wil, ja, ik wil, ja, ik wil. En ik dacht, wanneer zijn die 10 minuten over? Ik vond het allemaal reuze spannend. Ik vond het heel opwindend. Ik vond het heel, ja, mysterieus. En ik dacht alleen maar, en hij zei tegen mij letterlijk, geef mij niet je hart, want ik kan het mijne niet geven. En ik wist, dat betekent, deze man is bezet. Dat zoveel had ik nodig. Maar ik dacht, fuck it, ik wil toch geen relatie.
Dus ik Marmelijn, denk perfect. Heb je toch weer een onbeschikte, emotioneel onbeschikte man vandaag. Nou, zou het je verbazen? Ja. Ik dacht echt, maar dat hoeft ook niet, want ik ben ook niet beschikbaar. Nou, oké, 3 weken later zaten wij op de bank. We hebben echt wel gesprekken gehad daarna. En toen zei hij tegen mij, Marlijn, we hebben een probleem. Ik zeg, ik ben verliefd. Ik ben hartstikke gek op je en ik weet het nu ook niet meer. En ik zei, nou, dat is geen probleem, want volgens mij vinden we elkaar allebei leuk. Dus we zien het wel. En ik dacht toen, ik geef hem 3 maanden en is hij bij zijn vriendin weg. Want deze man was natuurlijk hartstikke gebonden, had ook een gezin. En en dan gaan we gewoon samen. We gaan gewoon de rest van wij worden gewoon Bonnie en Clyde. We gaan de wereld aan. Deze man gaat voor mij kiezen. En was je toen ook nog bezig met, oh, dat is eigenlijk ook niet helemaal ethisch wat ik aan het doen ben. Of ja, fuck die kinderen, het boeit me geen fuck. Nou, ik dacht wel vooral, en met alle respect, ik ben niet iedereen die fout zit, dat is hij. Ja, sowieso. Dus waar. Dat, als we het over shaming en blaming hebben, dan denk ik, ja, ik weet het wel. Ik denk nu alleen maar, ik heb het te doen met de vrouw die nu nog bij hem is. Dus dat ik denk, hoe goed zit zij in haar vel dat ze dit allemaal heeft gepikt? Want ze weet uiteindelijk nu precies hoe het is gegaan. Ja. Komen later nog wel op, maar uiteindelijk... Stay tuned, ja. Nee, maar deze... Maar ik heb er bijna geen woorden over. Nee. Dus dacht je misschien ook niet na als je zo... Of tenminste, het voelt ook heel erg of je samen ergens bent ingestapt en het helemaal... Nou, en vergelijk het... Against the world of zo. Ja, en vergelijk het met iemand die alcoholverslaafd is en die zet je in een kroeg. Ja, nee, dat is en dan waar. Zeg je alles voor hem op de bar of haar. En dan zeggen, ja, maar je kan het beter niet doen hoor. Je kan het beter niet doen. Ja, dat ben ik mee eens. Snap je? Dat is hem. Dus dat was het bij mij ook. Nee, ik kan het beter niet doen. Ja, maar we doen het wel. Nou, dat monstertje en dat gezonde verstand, dat ging met elkaar een paar dagen in conclave. Toen dacht ik, fuck it. En ja, ik dacht wel, wat is hij een lieve vader? Daardoor vond ik hem ook wel heel... Hij had iets heel liefs en iets heel zorgzaams. Maar ik dacht ook, hij bedondert de boel. Dus ja, wat betekent dat als hij wel voor mij zou kiezen? Mm. Wat gebeurt er dan met mij? Ga ik straks bedonderd worden? Dus tuurlijk, maar ik dacht, nee, maar ik wil helemaal geen relatie. Dus hè, lang leven de lol. Nou, dat gesprek is dus maanden in mijn hoofd gegaan tot op een dag dat ik dacht, als ik er nu niet mee kap, dan kom ik hier nooit meer uit. Want ik vind het veel te leuk. En wat gebeurde er? Ik had een baan. Ik was consultant in een groot uitzendbureau en ik leidde een programma. Dus ik zat hoog in de boom dat ik dacht, als ik hier nu... Ik zat tegen de raad van bestuur aan, ik was consultant, ik had het helemaal voor elkaar. Ik verdiende veel, lange dagen. En ik dacht, ik hoef alleen nog maar een leuke relatie en dan ben ik compleet of zo voor de wereld. Want ik kreeg ook genoeg bevestiging op mijn werk, dat was ook belangrijk. Maar zodra mijn relatie met hem vorm ging krijgen... En hij had een baan waarin hij af en toe dan naar mij toe kon... en dan moest hij zeg maar daar spijbelen... dan zat ik op het puntje van mijn stoel... en op het moment dat hij zei... ik kan nu vanavond wel 8 uur bij zijn of zo... dan had ik een smoesgek naar huis. En dat werd van kwaad tot erger. En zo verloor ik langzaam de grip ook op mijn werk. En tot het moment dat ik dacht, ja, maar dit wil ik helemaal niet. En dan maakte ik het uit. Toen begon een beetje dat uit aangebeuren. Van ja, maar ik wil gewoon met iemand oud worden. Ik ga richting de 30, of richting de 40, sorry. Ik zat al in de 30 natuurlijk. Jaar of 35 toen ik hem ontmoette, 33. En en dan kapte ik ermee. En dan ging die helemaal los. Echt dat ik dacht, wow, ik mocht hem nooit bellen in de avond. Ik mocht hem sowieso niet bellen, maar dan ging hij mij ineens bellen. Op mijn werk en hij ging inbreken in mijn e-mail. Op mijn werk dacht ik, dan ging hij dat allemaal namaken. Waardoor ik dacht, in een presentatie kreeg ik een mailtje van hem binnen. En dan stond er, I'm in. En dan stond mijn privéadres bovenaan. Toen dacht ik, je zit in mijn mailbox. Maar dan had hij dat nagemaakt. En whatever, die man die heeft daar kennelijk een hele leuke hobby van gemaakt. En toen besefte ik met wie ik te maken had. Maar, wat gebeurde er? Ik verloor mijn baan. Nou ja, ze verlengden mijn contract niet. En het verhaal was letterlijk, je neemt je privéleven mee naar je werk. Nou, dat klopt. Ik zat gewoon een hele keer met hem in mijn hoofd. En als ik er weer een punt achter zette en hij ging mij helemaal, strokken zou je bijna kunnen zeggen. Dan was ik op maandag, terroriseren. Ja. En dan ging ik op maandagochtend op mijn werk zitten en zei ze, jezus, wat met jou in de hand? En dan zat ik weer, boe.
Nou, dat kon ik niet geheim houden. Ik was niet gefocust. Ik had een enorme lage eigenwaarde. Dus ik moest op een gegeven moment ook presentaties geven voor honderden mensen. En dan stond ik daar en dan dacht ik sta hier gewoon helemaal niet. Dit klopt helemaal niet meer. En alles ging mis, in mijn hoofd vooral. Nou, toen hebben we besloten, we verlengen het contract niet. En toen zat ik thuis. En was het eerste wat ik deed, was hem bellen. En want ik dacht, ja, zo'n zwart gat kan ik niet aan. Zonder baan heb ik al helemaal niks meer. Mm. Nou, dat trok mij direct terug naar hem. En toen spraken we af aan de Amstel. En daarin zei ik ben mijn baan kwijt. En ik ga reizen, ik ga gewoon weg. Ik zie wel wat ik ga doen. En toen zei hij, heb je geld? Ik zeg, nou, dat regel ik wel. Ik heb een creditcard, weet ik veel. Ik ga in de horeca werken deze zomer. Alsof je daar rijk van wordt. Maar goed, hè? Ik dacht Azië. Ik ga naar Azië, wilde ik gaan. Dat kost allemaal niet zoveel geld. Dus met een paar duizend euro ben ik wel een paar maanden weg. En toen zei hij, ik heb een ander idee. Oh, wat dan? En toen zei hij, nou, en wij werkten samen. Of nou, we werkten niet samen. Wij hadden ook contact met, ik noem maar even Joyce. Dat is haar bijnaam. Ook iemand met wie hij al eerder contact had gehad. Die heeft hij een beetje aan mij gekoppeld. En we kregen een soort driehoeksverhoudingachtig iets. Dus ik had ook wel contact met haar. Maar hij vertelde over deze Joyce. Joyce en ik hebben al een afspraak. Zij doet paydates. En ik krijg de helft. En zij krijgt de andere helft. Oftewel, ze staat de helft aan mij af. En ze is super spannend. En ze vindt het cool. En het verdient supergoed. Waarom ga je dat niet eens proberen? En ik ben heel trots op haar en ze doet het hartstikke goed en ze geniet er ook van en da-da-da-da-da. En ik zat naar hem te kijken en ik dacht, ik wil ook dat jij zo over mij praat. Mm-hmm. Dat is het eerste. En dat kan ik nu misschien meer pinpointen wat ik dacht, maar dat was wel het gevoel. En toen zei ik, ik wil het wel proberen. Ja, dus eigenlijk de paydates wil je escort voor me worden. Ja, ja, ja. En hoe doe je dat dan? Nou, de korte versie is, we hadden op een bepaalde website een advertentie zetten we. Foto's, geen prijzen. Dan wisten ze dat het duur was. Want als je er prijs op zette, dan kreeg je ook echt de gekste gasten. Dus dan kreeg je zo, 100 mails op een dag. Daarvan ging misschien 10% was interessant waarop ik reageerde. Daarvan is misschien dan 5% wat weer terug antwoorden. En daar één van had een afspraak. Dus van de 100 mails die ik doorakkerde, had ik misschien 1 of 2 afspraken die ik later dan weer plande. Nou, dat en begon, hij deed daar dus niks voor. Nee. Want ik dacht nog even, regelt hij dan de mannen die dan veel geld hebben? Nee. Wat hij deed 50 is... 50-50 en lekker verdienen aan jou. Ja. Nou, en wat hij deed, want het begon natuurlijk wel even met een probeersel. Er was een man in Antwerpen, een rijke vent kennelijk. Die betaalde dan €500 voor een uur of anderhalf uur. En dat zijn dan wel dominante mannen. Dus je wist ook soms niet wat je zou aantreffen. Dus het was heel belangrijk om goed grenzen aan te geven. Wat doe ik wel, wat doe ik niet. Ja, en daar is gewoon markt voor en er wordt gewoon keihard voor betaald. En dat vond ik heel spannend. Want ik weet nog dat ik in de Thalys zat en dat ik dacht, wow, en ik ga zo meteen met €500 naar huis. Nou, knikkende knieën ging ik in die afspraak, knikkende knieën. En een soort van bont en blauw kwam ik eruit. Een beetje gekscherend, maar... En ik dacht wel, dit is makkelijk verdiend. Ja. Dit is makkelijk verdiend. En iemand aan de andere kant van de lijn die zei, wow, ben ik trots op jou dat je dit doet, hé. Kikken. En dat ik dacht, oké. Ja, zo raakte ik langzaamaan verkocht aan de bevestiging die ik 1 van de klant kreeg. Mm-hmm. Want er zaten mannen die werden gewoon letterlijk verliefd. En die wilden nog vaker afspreken. Soms was het ook een hele leuke klik, leuk vent. Maar ja, weet je, ook heel vaak niet. Heel vaak wel, meestal niet. Nee, heel vaak wel, soms niet. Sorry. Want het is wel een hoogopgeleide, inkomen, goed verdienende man. Als je die over straat ziet, dat je denkt, nou, ja, het zal wel normaal. Of nou, je hebt misschien, je ziet er normaal uit, maar ondertussen heb je allemaal lekkere wensen in die slaapkamer. Ja. Wat is dan het gekste, als ik dat toch even mag vragen, als we het daarover hebben, de taboes, wat jij dan aan zo'n dominant hebt moeten uitvoeren of doen of ondergaan dan? Nou, het begon wel heel... Nou kom je ook op de taboe deel van mij. Want het uitspreken is heel wat anders dan het op te schrijven. Ja. Dus, en zeker op beeld. Maar waar het begon was heel mild en heel erg aftastend. Soms niet eens letterlijk seks, zeg maar. Ik bedoel, wat is seks? Maar gewoon het neuken, zeg maar. Dat was in het begin nog niet eens helemaal altijd van toepassing. Maar het is vooral de mindfuck.
Dus wat er gebeurde was dat er een man zei... ja, ik wil gewoon dat jij hier ligt de kaart, ga naar de kamer, kleed je uit, trek dit en dit aan... en lag er iets moois op het bed, ga op je knie op de grond zitten en wacht op mij. En dan kon ik een blinddoek om moeten doen... en dan heb ik een uur lang niet geweten wie er om me heen liep, bijvoorbeeld. En dan kan het zijn dat ze met mijn lijf speelden... maar zelf helemaal niet uit de kleren gingen. En dat vinden heel veel mannen opwindend. Of dat ik van alles moest, handelingen moest doen... en dat zij daar dan naar konden kijken... Dat was vaak de mindfuck wat ik nog wel interessant vond. Want dat was iets... Hè, ik had geen controle, ik hoefde geen controle te hebben... maar ik moest wel heel erg vertrouwen. En die kick was er om die aan Ron te laten zien. Ik doe dit voor jou. Mm-hmm. En soms was de lijn open. Dan belde ik hem, zette ik op speaker... en dan kon hij horen wat ik met een klant of een klant bij mij deed. En dan was hij weg en dan nam ik de telefoon op. Zei, heb je het gehoord? En dan zei hij, ja, ja. Prachtig hoertje, zei hij dan. Ja. Ja, raakt het je? Ja. Ja. Maar wat raakt je precies nu? Ja, dat ik zo diep gegaan ben dat ik dacht... op het moment dat hij zei prachtig hoertje... en dat ik daar dan blij van werd. Mm-hmm. Ja, dat is heftig. Ik denk, wow, ik heb lang niet deze emoties meer gehad. Omdat het ook gewoon iets is wat ik... Ja, ik schaam me er niet meer voor. En ik... Maar het is zo heftig dat ik ook weet dat er zoveel vrouwen hier doorheen gaan. Mm-hmm. En die denken dat ze er niet uit kunnen. Want dat dacht ik ook. Ik dacht, ik kom hier nooit meer uit. Want het ergste waar het op een gegeven moment naartoe was... dat naartoe ging is dat er een man zei... ik wil jou hebben, maar ik wil jou bespugen. Mm. En dat ik dan zei, ja, dat ga ik echt niet doen. En dat ik dat met Joy samen, die kende die klant al... En Joyce zat een beetje in het heftige segment, zou ik bijna zeggen. En dat zij voor mij ging onderhandelen en dat het steeds meer geld werd. Steeds meer geld. En dat ik op een gegeven moment op een avond 2000 euro kreeg voor 1 of 2 uur met deze man. Waar zij gelukkig ook bij was, dus wij ondergingen het beide. Mm. En dat ik toen besefte, wat ben ik aan het doen? En waar, hoe, klopt het nog wel? En vooral dat die liefde van Ron werd steeds meer liefde om wat ik deed. Mm-hmm. En niet om wie ik was. En dat, ja, dat, daar werd ik wakker van. Dat schudde me door elkaar. En ja, en dat ik gewoon ook echt moest huilen naar sommige dates. Dat ik echt gewoon zo klein meisje werd. En zo dacht, Ja, ik wil zeggen, wat ik voelde is inderdaad, het is zo klein. Het is, ja. wat je kan wel een beetje die machtsverhouding, dat het een soort speelse... speels iets is, maar dat het nu gewoon voelt, het is gewoon vernederen. Ja. Nou ja, en dat die mannen dat doen en dat ze daarvoor betalen, weet je, daar kan ik nog wel respect voor hebben. Mm. Weet je, je kan ook zeggen, ik doe het mijn eigen vrouw aan, maar ze huren daar een meisje voor in, waarvan ze met alle respect denken dat dat vrijwillig is. Dat mag je ook wel denken bij een volwassen vrouw. En in die zin was het ook vrijwillig, want ik ben er nooit toe gedwongen. Mm-hmm. Maar het is een verslaving die me ertoe leidde. En ja, ik vind het heel moeilijk om er nu zeg maar woorden aan te geven. Maar ja, wat er gebeurde op dat moment. En misschien kan een stukje over voorlezen wat er toen gebeurde. Want dat is wat ik zei. Ik kan het niet eens. Nu kan ik geen woorden meer vinden. ik zit namelijk hier in mijn boek. 1 is te veel, 1000 nooit genoeg. zeg mijn behandelaar op dat moment, hoe ging je om met zijn manier van communiceren? Het werd wel steeds dwingender als ik het zo hoor. Dan zeg ik, ja, er waren steeds meer momenten dat we met ruzie korte tijd uit elkaar gingen. Meestal vanwege de verdeling van het geld of door dates die ik bleef weigeren. En dat is het punt wat ik net zei. Vaak ging het ook gepaard met vreemdgaan van mijn kant. Ik wilde uit het keurslijf breken, was op zoek naar genegenheid en geborgenheid, een normale relatie, maar ik vond het niet. Als ik in deze break-up periode nog een paydate had, was hij woest. Ik moest alleen dit escortwerk doen met hem. Anders dreigde hij alles openbaar te maken. Zijn narcistische aard kwam steeds meer naar boven. Op sommige momenten kon ik mij vreselijk alleen en afgewezen voelen... en toch durfde ik er geen punt achter te zetten. Ik weet bijvoorbeeld nog toen ik honderden briefjes van 20 en 50 euro... op de keukentafel had liggen en alles in 2 stapels verdeelde. 1 voor mij, 1 voor hem... Ik maakte een foto van zijn geldstapel en vroeg of hij trots op mij was. Zijn reactie? Jazeker, je bent toch ook een goed hoertje?
Maar het ging mij helemaal niet om het geld of de seks. Het enige wat ik wilde was zijn liefde, aandacht en erkenning. Of bijvoorbeeld de keer dat ik hem belde en dat ik het niet zag zitten. Weer een weekend vol dates. Het enige wat hij zei was, je bent toch mijn hoertje, hup, aan het werk, niet zo zeuren. De herinnering is nog haarscherp. Verstijfd zat ik achter mijn stuur. De auto net geparkeerd voor het hotel waar de eerste klant al op mij wachtte. Langzaam ruikte mijn hand naar de binnenspiegel, pakte de zijkant beet en draaide het spiegeltje naar mij toe. Rood doorlopen ogen keken mij aan. Ze leken meer dood dan levend. Niemand die kon vertellen hoe ik me voelde en niemand die ook maar zou geloven wat ik op het punt stond te gaan doen. De laatste zonnestralen verstopten zich achter het hotel. Het grote glazen gebouw legde zijn langgerekte schaduw over mijn auto, alsof het mij liet weten dat het doek gevallen was. Ergens diep van binnen voelde ik iets bewegen, zoals een leeuw die zich op zijn andere zij draait in zijn donkere grot. Ik had iets opgemerkt, maar nam het niet bewust waar. Het enige wat ik daarna voelde was een complete leegte. Ik was niet meer dan een schim van mezelf. Hoe ik het deed, begrijp ik nog steeds niet. Maar ik stapte uit, hing mijn handtas over mijn onderarm en hoorde het geklik van mijn hakken terwijl ik naar de entree van het hotel liep. Een mantra die zich bleef herhalen in mijn gedachten. Ik ben liever zijn high-class escort dan mijn waardeloze zelf. Ja, dat dus. Wauw. Ja. Ja, en toen moest ik nog even door, hè? Ja. Voordat ik er echt uit durfde te stappen. Ja, ik voel zo de spagaat tussen jezelf helemaal niks vinden. En ook voelen van, hé, dit klopt ook niet meer. Nee. Want wat je zegt, in het begin voel je nog een beetje van, oh, die leuk, die adrenaline, en hoe zou het zijn? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het inderdaad, de verzoeken worden steeds gekker, of je moet misschien steeds meer. En ja, en het geld stapelde zich ook op, hè, want ik kon er niks mee. Ik had gewoon een dubbel leven. Er lagen duizenden euro's en enveloppen ergens in mijn huis. Uiteindelijk weet ik nog, het laatste wat ik ervan gedaan heb is een zeer uitgebreide drank- en drugsvakantie in Nice en Monaco, waar we echt de duurste champagnes en alles, toen met mijn toenmalige vriend, het moest op. En een auto, daar rijd ik nu nog steeds in, een cabrio. Ja, en toen was het op. Ja. Maar goed, dat was toen nadat ik stopte. Want ja, ik wist gewoon wat ik net voorlas, dat was het begin van het einde. Toen wist ik moet eruit. Mm-hmm. Maar ik wist ook, als ik eruit stap, dan gaat hij me echt kapot maken. Ja, en dat wist ik. Lijkt me dus ook, want je hebt dat natuurlijk meegemaakt toen je zei van, oh, ik hoef het even niet. Ja. Dat hier zo die controle is vanuit die man. Ja. Dat is natuurlijk niet zomaar weg. Want dat was ook jullie verhouding. Nou, weet je wat het is? En dat nu, achteraf kan ik nu zeggen, ik weet niet of hij mij ooit letterlijk gegroomd heeft om mij uiteindelijk voor hem te laten werken. Of dat het iets was wat along the way is gekomen. Mm. Ik vermoed het letterlijk het eerste, eigenlijk, ja. Eerlijk gezegd. Maar dat hij ooit tegen mij zei, jij bent net als een telefoon. Op het moment dat je hem in de la legt omdat je een nieuwe koopt, maar als die nieuwe het niet meer doet wat je wil, dan moet je die oude kunnen pakken. Jij bent mijn oude telefoon. Nou. Ja, bedoel je, respect voor de one-liners, maar ja. Dat hij denkt zo, maar en toen dacht ik, ik weet niet wat je gaat doen, maar ik weet nog, het was een moment, maar ik kreeg te horen dat mijn vader, ik was met hem mee naar het ziekenhuis, die had een levertransplantatie gehad 6 jaar geleden en deze leven ging het ook weer begeven. En hij was boven de 70 dus, of hij werd dit jaar 70 toen dat jaar, dus hij ging geen nieuw meer krijgen. Mm-hmm. En ze zeiden, ja, weet je, het kan 1 jaar duren of 5 jaar. Mijn vader is uiteindelijk 9 maanden later overleden. Veel sneller dan we dachten. Maar ik weet nog dat het november 2018 zat ik op het bed in een hotel. En Ron zat naast mij en ik vertelde dit. En ik moest zo hard huilen dat ik zei, ja, ik trek het niet. Dit kan ik helemaal niet behappen. En dat ik tegen hem zei van, zeg dan iets. En ik weet nog dat hij achterover viel op het bed. Liet zich vallen. En hij trok mij naar zich toe en hij knuffelde mij. En ik zei, nee, dit is niet genoeg. Ik weet nog zo goed dat ik dat tegen hem zei. Toen zei ik, nee, ik heb meer nodig. Dit, zeg dan wat of zo. Hè. Praat met mij. En toen zei ik, je moet gaan. En toen heb ik hem in dat halletje van die suite, weet ik nog waar ik in stond, heb ik hem een knuffel gegeven. Ik kon hem eigenlijk niet loslaten. Ik was helemaal in paniek, helemaal hyperventilerend huilend. Maar ik zei, je moet gaan. En dat was ook de laatste keer dat ik hem zag. En toen dacht ik, ik stop nu de relatie, maar ik werk nog even een maand of twee door. En dat heb ik geloof ik tot januari 2019 of zo. Heb ik dat volgehouden, nog een maand, anderhalf. En toen ben ik daar ook mee gestapt. Nou, toen brak de hel los. 2 maanden later zat hij mij dagelijks te stalken. En het is, ja, dat is echt niet, dat kan ik niet uitleggen hier in zo'n kort tijdsbestek. Maar ook dat heb ik geprobeerd samen te vatten in mijn boek. Maar het was echt
deze man heeft een dagtaak gemaakt om mij digitaal lastig te vallen. Dus, dus dan ben je vader, of tenminste, je hebt een gezin, je hebt kinderen. Ja. En dan gaat er dus zoveel energie daarheen. Van, oh, ik ben helemaal mijn macht kwijt over... Of zo klinkt het heel erg, ja, van over iemand. En dat wil ik terug en dan ga ik alles weer doen. Ja, en dit noemen ze... En ik doe niet de diagnose, maar ik heb het vermoeden... Of hij is helemaal in de war geweest. Wat hij later... Ik heb in de rechtszaal tegenover hem gestaan voor deze stalking. Hij heeft later gezegd, ik heb PTSS en daardoor deed ik deze gekke dingen. Nou, ik had ook PTSS door wat hij heeft gedaan. En ik heb daar niemand mee lastig gevallen, mm-hmm, hoor. Ik vermoed een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar dan ben je echt, dan denk je echt dat de wereld om jou draait. En ja, dan, ja. Nou, is ook wel logisch als je, dat je mensen aantrekt die zichzelf dus alleen maar aan iemand willen geven. Dat, ja. Tenminste, lijkt me ook weer een logische, ja, dynamiek. Maar uiteindelijk, het gekke is, wij waren op zoek naar hetzelfde. Mm. En alleen hij heeft het op een hele destructieve en andere kwetsende, terwijl je andere kwetsende manier, zeg maar, mm-hmm, heeft hij gedacht dat het zo werkte. Mm-hmm. Hier heeft hij zijn eigen bestaansrecht uitgetrokken. En nou ja, ik moest het gewoon doorbreken. En ja, dat werd gewoon een living hell. En hoe lang heeft hij jou gestalkt? Nou, het begon een beetje in februari. 2019 zit het op. Ja, 2019. Ja. En ik had inmiddels vrij snel na de breuk met hem. Ja, ik moet wel een beetje de lat hoog houden. Weer met een getrouwde man. Kwam ik, Nadine noem ik hem in mijn boek. Marokkaanse jongen, keek hem in zijn ogen. Ik was helemaal verkocht. En ja, dat was heel bijzonder. Maar hij ging mij lastigvallen toen hij dus kennelijk een paar keer langs mijn huis reed en mij met hem zag staan. Nou, dan moet je waarschijnlijk wel heel vaak langs mijn huis gereden, mm-hmm, hebben, want wij stonden daar nooit de hele dag. En dan, hij dacht toen, je hebt een nieuwe pooier. Dan dacht ik, ja, want het, ja, leven draait namelijk om jou. Ja, ja, ja. Nou ja, dus ja, maar ja, dat werd heel naar. En toen ging hij ook bellen en inspreken en sms'en, spoeven, dus mensen nadoen, mails op mijn werk, naaktfoto's erin. Dat als ik een mail opende, dat ik dan in een groot scherm op mijn eigen beeldscherm stond. Op mijn werk bellen, de lijnen bezet houden. 200 keer per dag Tinder aanmeldingen voor mij. Mij aanmelden op hookers.com of zo. Alleen maar allemaal wachtwoorden proberen te wijzigen. Ik kreeg allemaal notificaties. Hij zat maar gewoon te terroriseren. En, maar vooral dan heel af en toe mail. Ik denk dat we moeten praten. Dan lost het zich vanzelf op. Dus alleen maar chanteren eigenlijk. Mm. Ja, en in mei heb ik aangifte gedaan. Want ik heb in april toen nog eerst melding gemaakt. En toen was het... 's avonds meteen nieuwe e-mailadressen. Hij is, na de melding is hij helemaal doorgedraaid. Wat in principe de melding moet zorgen dat hij stopt. Want dan gaan ze vragen of hij op het bureau komt. Gewoon, meneer, u valt iemand lastig. En hij zei, nee hoor, ze stalkt mij. Ze wil dat ik het uitmaak met mijn vriendin en dat ik voor haar kies. En toen zei de politie nog, houdt u dan even een logboek bij? Nou, dat heeft hij natuurlijk niet gedaan, want hij was degene die stalkte. En duurde maanden heb ik aangifte gedaan. En dat heeft... tot januari 2020, toen is hij van zijn bed gelicht. Dus hij is 's ochtends om 7:30 of 8:00, geloof ik, van zijn huis opgehaald. En pas 2021 april stond ik tegenover hem in de rechtszaal. Het heeft ruim een jaar geduurd om de zaak rond te krijgen voor hem. Want ze hebben echt allerlei IP-adressen moeten opzoeken. En ja, dan gaat het maar eens bij Hotmail en Google uitvragen. Weet je, het duurt allemaal lang. Ja. Maar in dat jaar... hij is wel vanaf het moment dat hij is opgepakt, is hij meteen... gestopt. Mm-hmm. Maar het was heel... wat gebeurde er natuurlijk? Hij ging mij stalken en ik ging aan de middelen. Ik kon het niet meer aan. Ik was al heel veel aan het drinken sinds die dates. Als ik een weekend in een hotel zat en ik ontving daar wat mannen, dan had ik al 4-5 flessen wijn bij me. Dat ging allemaal op in 2 dagen. En, ja, je probeert ook een beetje uit te checken misschien van de realiteit. Dan. Ja, en ik maakte er een soort uitje van. Ja. Oh, leuk. En mooi aankleden. Lekkere, dure flessen erbij. En weet ik het wat. En dan ook voor de klanten inschenken. Terwijl hij zei ook altijd, daar was hij dan heel voorzichtig in. Ik wil niet dat je drinkt als je werkt. Werkt? Wie had het over werk? Weet je wel? Dus ja. Hij versprak zichzelf ook af en toe. Dat ik denk, Nee, dus dat, ja. Maar jij zei dus februari tot en met... het is mei. Dat is echt de hele tijd aan één stuk door dat je mails krijgt. En ja, februari tot mei begon het. En in mei heb ik aangifte gedaan. En daarna heeft het nog 9 maanden dus geduurd of zo. Hè? Dus oh ja, mei, heel 2019 nee, is hij... Ik dacht van, oké, heeft politiegesprek gehad, maar... Nee, toen brak het los. Toen werd het alleen maar erger. Maar even serieus, weet je, ik ben even het inbeelden van...
Dat je dan elke dag iets krijgt of dat iemand voor je huis staat. Of nou, dat zegt deed hij als... niet, want dat durfde hij niet, hè? Hij kwam niet aan mijn huis. Of hij, of de belde nee, iemand anders aan. Of langs rijdt dan, of ja. weet ik veel. Maar... sms'jes, mails, vooral alles digitaal mij lastig dat is ook. Dat vind ik ook eng, weet je wel. Want ik, tenminste, ik ben dan ja. helemaal iemand die denkt, oh mijn god, er staat hij in mijn huis, weet je wel. Dat hij dan een soort van heeft ingebroken. Ja, dat durfde hij dan misschien niet, omdat hij dan misschien te snel werd opgepakt. Maar ja, ja dat lijkt me toch wel dat als door je hoofd gaat van, hé, ik voel me hem niet meer veilig. Nou, en ik dacht steeds, ik ben die oude telefoon. Hij heeft de sleutels ja. van mij gehad. Ik denk gewoon, hij heeft sleutels bijgemaakt. Oh, ja. Dus ik heb de eerste, want ik weet wel, hij had niet de steeksleutel. Ik heb van die steeksleutels in Amsterdam, hè, boven en onder. Die had hij niet. Ik had altijd de steeksleutel op. Voordat ik naar bed ging, ging ik dat nog 10 keer checken of die er wel goed op zat. En de deur wel open en weer dicht. En dat heb ik maanden gedaan. Zelfs nadat de rechtszaak was. Dus het, ja, nee joh, en dan werd er aangebeld en dan rende er iemand kaart weg. En dan dacht ik dat hij het was. Ja, dat zal ik nooit kunnen bewijzen of dat hij het liet doen, hè, want hij deed het niet zelf. Briefjes onder mijn ruitenwissers, lekke banden. Holy shit. Maar de allerergste, en dan zou ik ook bijna zeggen, dan wil ik er weer helemaal bij weg. Want de aandacht alleen al verdient hij niet. Maar het allerergste vond ik dat hij ging spoeven. Dus dat hij het nummer van mijn vader ging nadoen, terwijl mijn vader was overleden. Dus ik kreeg sms'jes op een gegeven moment... toen overleed hij. 11 oktober overleed mijn vader 2 maanden na onze verjaardag. We waren allebei jarig op 11 augustus. 2 maanden later overleed mijn vader. En toen om 3:10 'smiddags en 's ochtends om 11 uur kreeg ik een sms. Van geloof ik Frank Sinatra is dan de afzender. Hè? Je kan dat allemaal invullen tegenwoordig. En er stond nou die end is near. En toen dacht ik, hoe weet jij dit? En ik ben... zwanger geworden op de nacht dat mijn vader overleed. Op 11 oktober kwam ik later achter van mijn huidige vriend toen. Was een ongelukje. Maar heel bijzonder. Waar dood was, was leven. Ja. Maar ik stond onder zo groot stress en zoveel gebruik. Heel veel cocaïne om wakker te blijven bij het sterfbed van mijn vader. En bij de begrafenis en alles wat daarna nog kwam. Want je hebt in al die maanden dus alcohol, cocaïne gebruikt, hè? Ja, en ik zat op een gegeven moment al binnen een paar maanden. Want ik begon in februari, denk ik, 2019 met cocaïne. Of in maart of zo. Toen dat stalken begon, dacht ik, dit kan ik helemaal niet aan. En ik ging cocaïne gebruiken om te kunnen blijven drinken. Dus dan kun je, zeg maar, fit blijven, wat ik zeg. Of gefocust blijven. En geen katers. Een keer instort, maar... Nou ja, en ik stortte dus nog steeds niet in. Nee, totdat mijn vader overleed en ik dus zwanger werd. Uiteindelijk heel veel weken overleg. Wat ga ik doen? Uiteindelijk besloot ik het alleen te houden. En toen kreeg ik een week later een miskraam. En waarvan de arts nu ook zegt achteraf... Ja, dat was of de enorme stress waaronder stond. Of het alcohol, we zullen het niet weten. Of moeder natuur. Maar ik zal het dus nooit weten. Maar het feit dat ik onder zulke grote spanning stond, was niet goed. Voor die zwangerschap. En ik ben het verloren. En er was ook een hel, duurde 3 dagen, die miskraam. En uiteindelijk verloor ik het echt. En toen de volgende dag kreeg ik een berichtje. Cry baby, cry. Van hem. En ik denk nog steeds, het kan timing geweest zijn, maar... Ik snap het niet. Dan ben je gewoon echt heel ziek. Ja, en het zal gewoon een toeval geweest zijn. Maar dat hij dan, ja, hoe vette zeug en weet ik wat hij me allemaal noemde. Echt, oh my god. Het is gewoon te triest voor woorden eigenlijk. Maar op dat moment, ja. Maar voor jou ook wat heftig, want ja. Je hebt opeens een miskraam. Terwijl je hebt besloten, ik wil het houden. Ja. Ja, en, daar zit natuurlijk ook een taboe op. Want ja, ik heb gewoon, ik wil dus toen ik wist, ik hou het. Of toen ik wist dat ik zwanger was, ben ik gestopt met gebruiken. Maar dat was bijna niet te doen. Dus heel soms wou ik een heel klein beetje coke. Of alleen maar een bitter in mijn gingerbeer. Weet je, bitter is gewoon 80% alcohol of zo. Doe me dan maar een paar druppels. En weet je, dan zijn de barman nog in, maar er zit ook alcohol in. Boeien. Dat ik kon bij zo verslaafd en zo... Ik had het zo nodig. Want dat is het lullige als je het over verslaving hebt. Het moeilijkste is... Er is zoveel moed nodig om te stoppen met datgene wat jij juist denkt dat de oplossing is. Ja. Want ik dacht ook, als ik die relatie maar hou, dan is het oké. Dan ben ik in ieder geval niet alleen. Ja, achteraf nu, jezus man, was ik er maar eerder uitgestapt, tuurlijk. Ja. Maar ja, ik voel me heel veilig nu alleen en heel gelukkig en heel fijn. Maar dat moment, ja. Dus toen die miskraam kwam en ja, toen heb ik 3 maanden, ik kan me niks meer herinneren. Weinig. Alleen maar, ik zat altijd te gebruiken in de kroeg, nachtkroegen, nachtclubs. Coke en alcohol. Gewoon doorgaan. En dan om 7, 8 uur 's ochtends in bed. Soms wel een afterparty. En dan gewoon... s'avonds weer opnieuw. Ik was in de ziektewet op een gegeven moment. Ik, uh,
ik kon het allemaal niet aan. Mijn vader, toen mijn vader ziek werd toen en de stalking zo hoog opliep, toen ben ik in de ziektewet geraakt. En ja, daar ben ik pas uitgegaan toen ik in herstel kwam van mijn verslaving. Dus ja. Ik kon gewoon niet meer functioneren. En ja, en toen besloot ik uiteindelijk dus dat boek te gaan schrijven. Over wat ik meemaakte terwijl ik in behandeling zat. Want ik dacht ook, ik kan zoveel boeken lezen over de hel van verslaving. Maar boeien, I've been there. Ik hoef dat niet te lezen. Maar wat gebeurt er als je stopt? Mm-hmm. En dat ben ik op gaan schrijven. En toen besefte ik ook pas dat mijn grootste verslaving, drug of choice zeggen ze wel eens, is gewoon bevestiging. Mm-hmm. Liefde, aandacht, geborgenheid, veiligheid. En zolang ik dat niet in mezelf kon vinden, ging ik het buiten mezelf zoeken. En ik besloot, terwijl ik dat boek ook schreef, of in ieder geval ik schreef het boek niet, ik schreef het dagboek. Ik ga een pact aan met mezelf. Ik ga dit een jaar niet meer doen. Ik kap met die relatie. Ik ben toen met Nadine ook gestopt, nadat ik 4 maanden clean was. En een jaar later kreeg ik dus die rechtszaak. Ja, en toen dacht ik ook, toen kon ik pas gaan verwerken. Dus eigenlijk zit ik pas in april 2 jaar geleden. Dan is het straatverbod ook voorbij. Hij heeft twee jaar een locatie- en straatverbod. Ja, contactverbod. Spannend, denk ik. Ja, en ik denk, ik zal het niet op idee brengen, maar ik vind het spannend. Want ja, gaat hij nog zeggen, hey, ik wil met je praten, ik wil mijn excuses aanbieden? Of kunnen we nog eens praten? Of gaat hij opnieuw beginnen? Hij heeft geen voorwaardelijk meer. Hij heeft wel een strafblad. En je bent natuurlijk redelijk geterroriseerd. Je bent al inmiddels clean geworden van alles. En ook wat je zegt, de kern van het probleem ook echt aan gaan pakken, namelijk die liefdesverslaving. Ja. Wat heb je zelf dan geëist in de rechtszaak? Wat is dat dan geworden? Want het straatverbod, oké. Nou, dat heb ik niet eens gevraagd, want daar ging ik eigenlijk vanuit. Dus ik dacht aan het einde ook, oh gelukkig. Maar ik had een hele goede officier van justitie. Dus die heeft met mij... We hadden eigenlijk geëist 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Dus als hij weer in de herhaling zou gaan, dat hij dan 3 maanden moest zitten. Maar dat hebben ze niet gegeven, omdat hij niet eerder een strafblad had. En daar baal ik dus wel van, want nu denk ik, ja, hij kan dus gewoon opnieuw beginnen. In april kan het gewoon opnieuw beginnen. Ik ga er even vanuit van niet, dat die man ook zijn leven heeft gebeterd. Maar hij heeft met aftrek van voorarrest, hij heeft 3 dagen of 36 uur geloof ik gezeten, 2 dagen... 185 uur taakstraf of zo. En een schadevergoeding van, hou je vast, 1000 euro. Ik had 13.000 geëist, want ik was mijn baan kwijtgeraakt. Mm. Hij had zo geterroriseerd op mijn werk dat ik niet meer functioneerde en zij daardoor mijn contract niet verlengde. Logisch. Ja. Zou ik ook niet doen als ik zo'n werknemer had. Maar ja, helaas hebben ze dat niet, kon je dat niet bewijzen. Want ja, wellicht was het misschien wel het middelenprobleem. Ja, hoe zou dat middelenprobleem nou gekomen zijn? Wat denk je zelf? Ja, weet je, dus het is allemaal een soort sneeuwbaleffect geweest, waarvan uiteindelijk de rechter, het was een politierechter, begreep ik achteraf, en die waren al niet zo ruim in schadevergoedingen. Maar dat ik 2500 schadevergoeding had gevraagd, waar je Maxima geloof ik dat kan vragen, hebben ze niet eens de helft gegeven. Ja. Maar gelukkig heb je een schadefonds, van het slachtofferschadefonds geloof ik. En die hebben me aangevuld. Dus die hebben uiteindelijk het nog wel gegeven. En daarvan heb ik het boek kunnen financieren. Dus ik heb alles in het boek gestopt om de boodschap uit te dragen dat je overal, je kan eruit komen. En dat was wat ik wilde. Dus ik heb het een goed doel geschonken. Ja. En nog voordat we het over jouw boek gaan hebben. Ik ben even benieuwd van, wat heeft voor jou dan het grote verschil gemaakt dat je zegt, ik haal de bevestiging nu uit mezelf? Ja, dat is natuurlijk een heel proces, dat snap ik. Tuurlijk, ja. Nou, bij mij is het belangrijkste, want ik heb echt veel therapieën gehad in mijn leven. Ik zeg wel eens, ik heb nog net niet met een paard samengewerkt, maar ik heb echt alles gedaan. Van hapto tot hypnotherapie, whatever. Alleen nu heb ik EMDR gedaan. En dat is echt fantastisch. Vond ik. Ja, soms moet je even naar de pijnlijke herinnering. En dat hoeft niet per se. Als je andere vormen hebt, meer vormen daarvan, van traumatherapie. Maar ik ben daardoor ook gekomen. Ik kwam bij de kern waar de meeste pijn zat, maar ik kwam ook bij de kern waar licht was. En dat hebben we uitvergroot met EMDR. En dat heeft mij geholpen. Dat een hele mooie, en die beschrijf ik ook in mijn boek, van dat ik in de EMDR naar in het heelal uitkwam. En dat ik ineens hoorde, want ik hoorde heel vaak, aan het einde van de EMDR kom je in een soort zelftroostende cirkel uit. En dat ging bij mij heel goed altijd. Hoorde ik de stem van mijn vader. En die zei, je bent heel. Mm-hmm. Je bent heel. En toen dacht ik, wow, ik ben heel. En dat heeft
echt alle verschil gemaakt. En daarom zweer ik erbij. Ik bied het ook aan in als ik nu vrouwen help. Want Annemarie die heeft die EMDR bij mij gedaan, mijn behandelaar. En ik werk nu met haar samen. Maar ik denk echt, ja, praat op de bank, sorry. Ik ben there done that. Maar dit was zo, ja, je gaat gewoon naar je onderbewuste. Je kan het niet manipuleren, je kan het niet verzinnen. Het komt en je voelt het. En je weet, ha, hier zit die. En je gaat steeds dieper in, waar zit die kern nou? En die kern zat bij mij gewoon dat ik dacht dat ik niet heel was. Mm-hmm. Ik dacht dat ik stuk was. En ik ben gewoon goed zoals ik ben. En ik ben belangrijk. Dat heb ik ook geleerd uit die EMDR. Kwam ook. Ik ben ook belangrijk. Ja. Niet iedereen om me heen. Want ik was natuurlijk een vette pleaser geworden. En iedereen helpen. En nu besefte ik moet eerst mezelf helpen. En daar begon mijn journey. Dus het EMDR was nog maar het begin. Ik ga naar zelfhulpgroepen voor codependency. Sex and Love Addiction Anonymous heb je ook nog. Allerlei. De NA ga ik ook heen. Nou ja, allemaal zelfhulpgroepen. Die mij geholpen hebben om met mezelf naar mezelf te gaan kijken. En vooral bij codependency patronen zien. Van, oh, ik zit weer in mijn compliance patroon of ik zit in mijn avoidance. Ik moest gewoon echt zien, wat doe ik? Welke keuzes maak ik? En wat is de gezonde keuze die ik hier kan doen? En vooral check je motieven, dat heb ik geleerd. Waarom wil ik deze man bellen? En wat ik ook nog de allermooiste vind, is dat ik altijd bezig was met, wat vindt hij van mij? Mm-hmm. En nu vraag ik mezelf af, wat vind ik eigenlijk van hem? Ja, die top. Is ook zo mooi, dat ik denk, we zijn altijd maar bezig met, vindt hij me wel leuk? Vind ik hem eigenlijk wel leuk? Dan denk ik, ja, dat... Maar goed, daten heb ik sowieso 2 jaar niet gedaan. Amper, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus het is vooral verkering bij mezelf. Dat heb ik gedaan. Ik heb verkering bij mezelf genomen. En ben mezelf gaan leren kennen. En mezelf vertroeteld. En voor mezelf gekookt. En mezelf mee uitgenomen. Ja, het klinkt al bijna zo'n cliché. Maar ja, het is wel gewoon zo, jongens. Dus, jongens. We kunnen er geen mooie verhaal van maken. Nou, ik vind het een supermooie... We kunnen natuurlijk uren hierover kletsen. Dus dat, nou, mocht je willen dat we nog een keer gaan kletsen... dan laat het ons vooral weten. Hey, ik vind dat een mooie laatste boodschap met dit wat je net zei. Ik wil natuurlijk wel even jouw boek in beeld. Ja. Dus, lieve luisteraars, je hebt het al gehoord... maar dit is dus tijdens jouw herstel helemaal... opgeschreven en het proces en inderdaad niet hè, oh de zwaarte misschien daarvoor nou ja misschien benoem je wel eens wat ik, ja er zitten flashbacks in maar uiteindelijk om context te geven voor waar was ik bezig tijdens de behandeling dus er zijn geen zitten een paar mooie cowboy verhalen in een aantal hebben jullie al gehoord maar het is echt het is voor mij een boek waar ik hoop heel veel vrouwen mee te inspireren there is a way out. Ja. Vanuit waar je ook maar eruit moet. Moet je uit een toxische relatie, moet je uit gebruik. Zit je ongelukkig in je werk en denk je, er is helemaal niets voor mij weggelegd. Er is meer. Ja. En het is mooi en het is licht en het is ruim en het is liefde. Wow! Ja, even zweven. Stijgen jullie even met me op? Nee. Ja, nee, maar dat, super tof. Ja, ik wil jou het boek geven. Oh, thanks. Alsjeblieft, ik ga hem zo voor je signeren. Yeah, jongens. En ik hoorde, of jij had natuurlijk gezegd, we mogen er ook eentje weggeven. Dus wat we doen, we maken hier eventjes een audiootje van. Die kun je vinden op Taboekast. En dan, het enige wat je hoeft te doen is, ik wil een boek winnen. Of weet ik het, laat een hartje onder die post achter. Maar het maakt ons niet zoveel uit. Ja. Oh, als je zoiets iedereen hebt, heeft er recht op. Ja. Super vet, weet je. En dan gaat Marlijn iemand uitkiezen. En krijgt hij waarschijnlijk ook gesigneerd. Ja, stuur ik hem op, gesigneerd. Ja. Dus mocht je iets hebben van, ik herken dingen in het verhaal. Of met de liefde, of wat je ook zegt. Weet je, je benoemt natuurlijk zoveel. Ja. 1 is te veel, 1000 nooit genoeg. Dus die kun je in ieder geval winnen. Yes. Helemaal top. Nou, als jij zoiets hebt van, volgens mij, ik denk wel dat we in ieder geval hebben gedeeld wat je wilde delen. Ja, we hebben ook mooi rondgemaakt. Ja. Het is ook weer goed gekomen. Ja, dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ja. Ja, dat is hier toch wel vaak, dat iemand ook zit die de transformatie heeft doorgemaakt. Ja, ja. Gelukkig. Dus ik wil jou bedanken. Ook heel mooi en ook vond ik het ook heel mooi van, je bent zelf ook even geraakt. En ik denk dat dat het allermooiste is van onze eigen verhalen, dat we soms denken van, wow, weet je... Waar heb ik toch gestaan? En ook dat juist heel inspirerend kan zijn. Van, wacht even, als ik dit meemaak of iets. Het mag je ook blijven raken. Maar vooral te zien, het kan ook helemaal anders uitpakken. Ja. Dus dank je wel daarvoor. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. En mocht je Marlijn natuurlijk iets willen laten weten of haar op willen zoeken. We zetten alles in de beschrijving. Dus kun je de Instagram vinden, de website, weet je. En het boek natuurlijk. Voor als je denkt, ik ga mezelf gewoon bestellen.
Ja, dus dat. Nou, ik spreek jullie bij een volgende in de nieuwe week. Ode aan de vrouw, of maand, moet ik zeggen. Doei! Doei!